Jij bent gestopt met geloven. Weet je nog wanneer? Nee, nee. Ik denk dat dat binnengeslopen is. Kijk, als ik achteraf mijn hele leven analyseer, dan denk ik, ik heb op een christelijke kleuterschool gezeten. Christelijke lagere school, later op een christelijke middelbare school. En dan krijg je dus van jongs af aan, zo heb ik het ervaren later, een soort hersenspoeling. Die meesters en die juffrouwen, die konden geweldig bijbelse verhalen vertellen. Ja, vond je ze mooi? Ja, dat zijn prachtige verhalen. En de een kan ze nog mooier vertellen dan de ander. Maar dat gaat erin als koek. En daar geloof je heilig in. Daar twijfel je geen moment aan. En later, met het ouder worden, wanneer je jezelf na gaat denken, dan ga je steeds meer twijfelen, twijfelen. En dat gaat jaren overheen, hoor. En omdat ik dus als Nederlands Hervormd ingeschreven stond, en ik verhuisde nogal eens, dan kreeg ik ook steeds de kerkraad op bezoek. En dat waren... Want die liet je binnen, je zei niet... Oh nee, maar ik sta helemaal niet afwijzend tegen het geloof. Ik zal ook altijd met respect over het geloof praten. Ik zal ze ook nooit belachelijk maken. Maar ik geloof zelf niet meer. Nee. Maar ik geef iedereen de ruimte om wel te geloven. En daar passen geen sneren bij. Ben je nog lid? Nee, ik heb me bewust uit laten schrijven, omdat de mensen van de kerkraad die bij mij over de vloer kwamen om kennis te maken, dat waren mensen die qua levensinstelling zo ontzettend veel andere dingen aan hun hoofd hadden en zo ver van mij afstonden. Ik weet nog wel dat ik in Gouda kwam wonen. In 1977 ben ik bij VI gekomen en toen ging ik in Gouda wonen. En toen kreeg ik uiteraard weer de hele kerkraad over de vloer. En ja, wat ik dan deed voor mijn beroep. En daar kwam het eerste conflict meteen. Ja, dat ik op zondag moest werken. Ja, en dat mocht niet, vonden zij. En dat kon absoluut niet. Jouw vader, heeft hij jouw geloofsleven bevorderd of juist niet? Nee, niet. Mijn vader, dat vind ik heel vervelend. Dat klinkt niet erg respectvol, maar ik heb niet zoveel met mijn vader. Want mijn vader, die heeft niet echt geleefd als een christen, vind ik. Ik vind dat mijn vader zich bijzonder onbehoorlijk heeft gedragen, zeker ten opzichte van mijn moeder. Hij sloeg haar, hè? Als hij een borrel op had, had hij een hele slechte drank. En dan wou hij ook nog wel eens een map uitdelen. En ik heb mijn moeder wel eens met een blauw oog aangetroffen. En dan was er altijd een ander smoesje, maar op het laatst ga je dat doorzien. En hij kon bijvoorbeeld zich ernstig misdragen op zaterdagavond. Mm. En op zondagavond ging hij bijzonder vroom naar de kerk. Ja. En dat stoorde mij ook zo, dat moest iedereen zien. Iedere boodschap deed hij met de auto. Op zondagochtend moesten we in parade door het dorp lopen. En om dan de mensen in het dorp maar aan te tonen dat hij naar de kerk ging, had hij het psalmboek in zijn hand. Want anders zouden ze misschien denken dat hij met mij ging biljarten. Ja. Weet je wel? En ik vond dat zo'n hypocriet. Was hij echt hypocriet? Of geloofde hij zelf? Denk je dat hij zelf wel vond dat hij geloofde? Ja, hij geloofde wel. Nee, hij geloofde heilig in God. Dat was geen spel. Hij riep ook vaak in een boze bui tegen mij, als ik wat geflikt had weer, want die 60e jaren die braken aan. Ja. We werden opstandig tegen het gezag. En ik wilde lange haren. En ik wilde een vale spijkerbroek en zwarte schoenen en zo. En alles was werkelijk een probleem. En ik wilde op zondagochtend naar het tweede elftal van de dorpsclub kijken. Maar ik weet nog wel, ik speelde op mijn 15e al in het eerste van de dorpsclub. En dan kwam ik 's middags in de kleedkamer. En dan zeiden die oudere spelers, nou, we kunnen vandaag niet verliezen, hoor. Want Johan is al naar de kerk geweest. Ja. En als jong jochie ging je dat door merg en been. Je werd daarmee gesart. Je moeder, was die gelovig? Nee, die ging voor de goede vrede mee. Okay. Weet je wel, want daar laat ik maar meegaan. Ja. Hield je van je vader? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik ben eigenlijk, om van mijn vader af te zijn, ben ik gaan voetballen. Ja. Want dat was een ontsnappingsroute. En daarna ben ik wel gewoon thuisgekomen met verjaardagen en met de kerst en zo. Maar ik heb nooit, en dat vind ik wel eens heel vervelend, ik ben altijd jaloers op Kees Jansma. Kees Jansma heeft een fantastische relatie gehad met zijn vader altijd. Ik heb dat nooit gehad. Nee. Mijn vader, en ik weet zeker dat deed hij met de beste bedoelingen, die wilde mijn hele leven bepalen. Die wilde bepalen wat ik werd, met wie ik verkering had. Want ze mocht natuurlijk niet katholiek zijn.
En ik heb met mijn vader nooit, echt nooit, een goed gesprek kunnen voeren. Want mijn vader die was zo van... Hij vertelde hoe het was. Ja. En had je een afwijkende mening, ja, dan had je een probleem. Dan werd het onprettig. Ik snap eigenlijk wel dat jij niet meer gelooft. Als je zo'n vervelende vader had... Als je vrouw overlijdt, dan komt dan een dominee langs die foute opmerkingen maakt. Dan zou het eigenlijk raarder zijn dat je nog wel zou geloven. Wat een begrip, Thijs. Toch? Ja, nee, alles heeft een reden. Ik moet zeggen, kijk, ik ben niks met Van Gaal eens. Van Gaal heeft precies hetzelfde gehad. Van Gaal, zijn vrouw, is overleden aan een slopende ziekte. En die heeft ook daarna... Die was katholiek, heeft hij het geloof helemaal van zich afgezet. Want die is ook heel erg geschrokken. En die was ook verbijsterd door de reacties en de manier waarop hij begeleid werd. Ja. Liefdesloos en als een soort verplichting. Ja. Maar dat overlijden van jouw vrouw heeft daar ook wel een rol in gespeeld? Dan? Ja, dat heeft een hele grote rol in gespeeld. Toen was ik er eigenlijk klaar mee. Ja. Maar toen was ik ook klaar met het hele geloof. Dan ga je nadenken, want je hebt tijd zat om na te denken. En toen dacht ik, als er werkelijk een God is... waarom is de wereld dan één gekkenhuis? Waarom moet ik mijn vrouw verliezen? Waarom is iedere oorlog in iedere hoek van de wereld ontstaan door geloofsperikelen? Ik kreeg een soort afkeer van alles wat met geloof te maken had. Ik snap eigenlijk wel dat jij niet meer gelooft. Als je zo'n vervelende vader had, als je vrouw overlijdt... dan komt dan een dominee langs die foute opmerkingen maakt. Dan zou het eigenlijk raarder zijn dat je nog wel zou geloven. Wat een begrip, Thijs. Toch? Ja, nee, alles heeft een reden. Ik moet zeggen, kijk, ik ben niks met Van Gaal eens. Van Gaal heeft precies hetzelfde gehad. Van Gaal, zijn vrouw, is overleden aan een slopende ziekte. En die heeft ook daarna, die was katholiek... heeft hij het geloof helemaal van zich afgezet. Want die is ook heel erg geschrokken en die was ook verbijsterd... door de reacties en de manier waarop hij begeleid werd. Ja. Liefdesloos en als een soort verplichting. Ja. Maar het overlijden van jouw vrouw heeft daar ook wel een rol in gespeeld? Dan? Ja, dat heeft een hele grote rol in gespeeld. Toen was ik er eigenlijk klaar mee. Ja. Maar toen was ik ook klaar met het hele geloof. Dan ga je nadenken, want je hebt tijd zat om na te denken. En toen dacht ik, als er werkelijk een God is... waarom is de wereld dan één gekkenhuis... Waarom moet ik mijn vrouw verliezen? Waarom is iedere oorlog in iedere hoek van de wereld ontstaan door geloofsperikelen? Ik kreeg een soort afkeer van alles wat met geloof te maken had. Jij komt steeds met God aan, maar voor mij bestaat hij niet. Nee. En die Bijbel, die verhalen die ze me als kind erin gepropt hebben... Ik geloof die verhalen gewoon niet. Dat is van hem. Waarom heb je nog respect? Want dat benadruk je nu ook weer. Je zegt altijd, ik hoorde je pas een keer in VI zeggen... ik wil niet dat er gevloekt wordt, nee, dat het daar erger mensen ik gaan. Wil absoluut niet dat er gevloekt wordt. Ik vind het zinloos om mensen te kwetsen. Daarbij vind ik vloeken sowieso onbeschaafd. Ook voor niet-religieuze. Nee, ik wil het niet belachelijk maken. Ik zal jou niet... belachelijk maken of veroordelen omdat jij wel gelooft. Maar je vindt me wel een beetje dommer dan een niet-gelovige journalist. Nee, het is niet dommer. Ik begrijp niet de standvastigheid van jullie EO-jongens... dat jullie zo heilig geloven dat Jezus er ooit was, dat er een God is. Ja, en waar halen jullie die kennis vandaan? Jullie hebben blijkbaar dezelfde hersenspoeling gehad als ik... want die was allemaal hetzelfde in onze jeugdjaren... Alleen, bij jullie is nooit enige twijfel opgetreden. Wij noemen dat geloofsopvoeding in plaats van hersenspoeling, maar dat terzijde. Maar heb jij als kind ook echt geloofd? Dat je, ja, oh jee. Bart jezelf? Ja, zeker. Wat zei zeker. Je? Nou, ik kijk, ja, ik word nu wel erg openhartig. Maar is niks? Ik kan me herinneren dat ik als klein kind, ik zal 3, 4 geweest zijn, misschien ja, zoiets, dat ik dan in bed lag te bidden... dan had mijn vader weer gedronken dat hij mijn moeder niet zou slaan. Ja. En daar denk ik wel eens aan terug. En daardoor kan ik zo weinig respect voor mijn vader opbrengen.
En zo, je geloofde erin, als je maar aan God vroeg dat hij niet zou doen, ja, dat hij het niet zou doen. Ja. En dan denk ik wel eens, jongens, ze kunnen kinderen van alles wijsmaken, maar jij bent in staat zoiets nu nog te doen, Thijs. Het gekke is, ik heb hier een hele hoop cd's staan, daar staan een hele hoop gospel cd's. Mooi man. En ik heb helemaal geen moeite met religieuze teksten in gospel-cd's. Een van mijn grote helden, Dion DiMucci, heeft 10 jaar alleen maar over het geloof gezongen. En ik heb ze allemaal en kan er heel goed naar luisteren. Heb ik geen enkel probleem mee. Nee. Ik wil het niet belachelijk maken, Thijs. Nee, dat zeg je altijd ook. Nee, echt, ik wil het niet belachelijk maken. En ik gun iedereen zijn eigen geloof. Maar denk jij nou nooit eens na dan dat historisch gezien haast alle oorlogen ontstaan uit godsdiensttwist. Nou, er zijn inderdaad veel christenen en ook van andere geloven die er ontzettende puinhoop van maken, maar daar kan hij niks aan doen. Denk ik altijd. Hij heeft geen oorlog gemaakt. Toch? Nee, maar wij christenen maken er vaak een puinhoop van en nog steeds. Ja, maar ik heb voor mezelf besloten. Als er iemand is, als jij gelijk zou hebben, geloof er niets van. Want ik denk, als je overlijdt, dan is het afgelopen. En dat weet je ook niet. Nee, we weten het niet. Nee. Maar ik heb vaak het idee dat christenen het geloof als een soort alternatief achter de hand houden. Van als er wat is, dan zijn wij trouw naar de kerk geweest en zo. Maar ik denk, mijn vader ging naar de kerk. Die leefde geen christelijk leven, vond ik. Nee. Ik sla mijn vrouw niet. Ik wil niet zeggen dat ik alles goed doe. Maar ik sta anders in het leven dan mijn vader. En als er een afrekening komt, dan weet ik niet of het feit dat ik me goed gedragen heb, of het feit dat mijn vader trouw in de kerk zat, dat doorslaggevend is. Dus ik kan heel goed een goed en verantwoord leven tegen wie dan ook, ten opzichte van wie dan ook leven, zonder naar die kerk te gaan. Ja. Zoals je er afraakt, kun je door omstandigheden in je leven er ook weer bij komen. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel, misschien wel een beetje laffe mensen, die tegen het eind van hun leven toch wat bang worden dat er toch iets is. Maar jij bent niet laf. Ik denk het niet, nee. Maar ik wil mezelf hier ook niet als een held neerzetten. Maar ik kan me best voorstellen als je ernstig ziek wordt en zo, en dat je weer naar het geloof gaat grijpen. Johan Derksen ook. Ik weet het niet. Je moet in die omstandigheden komen. Ja. Is het laf? Is het per se laf? Ja, jullie zullen het vertalen in het gezonde verstand heeft toch gezegen. Nou, ik weet niet of het gezond verstand is, maar het kan ook zijn dat je echt denkt dat daar held te vinden is. Als ik echt denk dat daar heil te vinden is, dan keer ik terug in jullie club. Welkom, Johan. Dat moet ik jullie nageven. Ik weet zeker dat ik met open armen ontvangen word. Zeker. Ja.